te doen. Ja. Hallo, ik ben Devika, ik ben 10 jaar. Ik woon in Amsterdam, in de flat Florijn. En als ik naar buiten kijk, zie ik mijn school. Mijn school is Sri Lakshmi en ik zit in groep 7B bij op Nirmala. Voordat we gaan bidden, moet je altijd je stoppen of je schoenen uitdoen. Want je moet met blote voeten zijn, want anders is het niet netjes. Nu dat ik klaar ben, ring ik altijd aan mijn belletje. Het gaat zo. Het ziet er zo eigenlijk uit. Het is een kast waarin je allerlei dingen kan zetten, maar wij hebben een kleine manier van kleine tempel. En het is ook heel bijzonder dat we dit kleine tempeltje hebben. Want als we bidden, dan vragen we heel veel zegen. En dan voelen we hier ons heel erg veilig, want God omringt ons. En als ik soms bang ben, als ik in mijn kamer slaap, dan weet ik dat er plaatjes zijn van God en die helpen me dan altijd. Wij noemen onze God Brahma. Dat is één God. En daarna, hier heb je Shiva. En daar is ook Shiva en dat is zijn zoon, Ganesha. Hij had de hoofd van Ganesh afgehakt omdat hij niet wist dat het zijn zoon was. Dan was hij terug naar het bos gegaan, heeft hij een olifanthoofd afgehakt en dan op de hoofd van zijn zoon gezet. Ik vind mijn Sri Lakshmi school zo bijzonder omdat we al onze Hindoestaanse feesten erop vieren. En dat vind ik ook heel prettig en heel leuk. Ik zit er ook op omdat je hier heel veel kan leren en je krijgt speciale lessen dat je niet op andere scholen krijgt. Daarom vind ik deze school de beste. Hindi lessen en danslessen en allemaal activiteiten, bijvoorbeeld kookles, en die zijn allemaal gratis. Elke schooldag begint met een gebed. En dan gaan we gewoon verder hoor, elke dag niet. Natuurlijk die ogen een beetje lang aanhouden, ja? We gaan beginnen. Daarna vraagt de juf wie weet wat voor speciale dag het vandaag is. En wie gisteravond heeft meegedaan aan de fakkeloptocht. Waarom vieren we Holi, kinderen? Het is begin van het? Van het lente. Van de lente, ja. Heel goed. Wat wil jij zeggen, Devika? Het is hier het laatste jaar, dus goed om het ook te krijgen. Heel goed. Wie heeft gisteren meegelopen met de optocht? Gisteren om 6 uur kwam ik weer naar school. En daarna gingen we de fakkeloptocht lopen. Ik had de fakkel gekocht. En daarmee ging ik ook lopen. Die fakkel was van was gemaakt. En toen we daar aankwamen, waren de fakkels gedoofd. De tocht gaat naar het Bijlmerpark. Daar zitten de pandits al klaar bij een grote stapel hout. Met deze offers zegenen ze de brandstapel. De fakkeloptocht was eigenlijk voor Holika bedoeld. Zij werd verbrand op de brandstapel en Prahlaad werd gered door God Vishnu. En God Vishnu veranderde in half leeuw, half mens. En toen had hij Prahlaad gered en Holika was verbrand. En die brandstapel was ter herdenking van Holika. We gaan vandaag eten op school. Elk ouder maakt iets of ja, kinderen brengen drinken en dan gaan we eten en drinken. En dan gaan we optredens kijken op school en dan gaan we weer de rest overgebleven eten en daarna gaan we met poeder spelen. Holi, kele, 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 kele
uit. Eerst nog even omkleden. Even snel. Als het poeder op je is, dan kan je niet meer zien wie wie is. En is het altijd dus leuke zoet toch? En ja, iedereen is gelijk als je de poeder op je hebt. Als alle kleuren op elkaar zijn, dan zien we niet wie donker is of wie licht is. Daarmee bedoelen we iedereen is gelijk.